herfst en dat betekent dat de bloembollen in de grond kunnen. Ja, dat heb ik jullie al laten zien inmiddels, maar het kan ook in een pot. Vandaag laat ik je zien hoe je een bloembollen lasagne maakt. Echt waar, een bloembollen lasagne. Ik heb er een pot bij gehaald met een gat in natuurlijk onderin. Dat is heel erg belangrijk. Maar wat ik ook ga doen, ik ga er een gebroken potscherf in leggen. Gewoon overleggen over het gat in de pot. Want dat zal ervoor zorgen dat de potgrond niet zomaar kan wegspoelen, maar dat het overtollige water wel nog weg kan. Dat is een beetje de insteek. En nu ga ik hem vullen met potgrond. Ik heb de pot gevuld met potgrond, een laagje, want het principe van een bloembollen lasagne is natuurlijk dat je de bloembollen gaat aanbrengen als een soort van lasagne. Hè. Dus in een laagje systeem ga je de bloembollen opbouwen. Dat betekent heel concreet dat ik nu ga beginnen met de laatst bloeiende bloembol om zo te eindigen met de vroegst bloeiende. Ik heb 4 soorten bij, tulpen, narcissen, krokussen en sneeuwklokjes. En de bedoeling is eigenlijk dat ik alles dus in dat laagjesysteem zal opbouwen om dan uiteindelijk in het voorjaar gedurende 3-4 maanden continu bloemen te hebben. Ik ga beginnen met de tulpen dus, want de tulp is in dit rijtje de laatst bloeiende bloembol. Ik heb een roze variëteit gekozen en ik blijf een beetje in die tinten, want ik heb ook een hele leuke narcis erbij genomen. En ik ga dat met witte sneeuwklokjes en krokussen combineren en ik denk dat dat een hele mooie combinatie zal zijn. Ik ga mijn bloembollen erbij nemen en dit is kinderspel. Hè. Ik ga ze allemaal planten, dus gewoon 1 per 1 in de grond leggen. Je legt ze eigenlijk op het laagje met potgrond. En ze mogen zo dicht tegen elkaar, maar je moet ze niet op elkaar leggen. Hè. En er is 1 juiste plantrichting en dat is altijd met het smalle topje naar boven. Ik ga een tweede laagje doen bovenop onze lasagne. Ik weet dat het soms niet zo appetijtelijk klinkt als een echte lasagne, maar het resultaat is echt wat top. Ik doe het nu al een paar jaar en ik vind het toch echt wel elke keer weer een plezier. En dan ben ik blij dat ik het in het najaar gedaan heb. Dus, een tweede laagje. En daar komen eigenlijk de narcissen op. Dat is de laatbloeiende bloembol. Die gaat eigenlijk in maart gaan bloeien. Dus daar waar de tulp in april meestal bloeit, gaan deze narcissen in maart bloeien. En zo gaan we naar boven afwerken. Hè. En opnieuw een laagje. Het volgende laagje is bij mij de krokus. Bloeit in februari of ergens in februari. Dat is altijd een beetje afhankelijk van het weer. En ook die bolletjes gaan er allemaal in. Zo, klaar voor het laatste laagje. En dat zijn de sneeuwklokjes. Superleuke bloempjes. Voor mij altijd zo, hoe vroeg dat ze eigenlijk ook beginnen bloeien, altijd zo aan de start van het nieuwe seizoen, het nieuwe jaar. Het is dan echt nog wel putje winter, maar het zorgt toch al voor de eerste bloemetjes opnieuw in hun tuin. En opnieuw een laagje. Dan ga ik er eigenlijk voor zorgen dat alles net onder de grond zit. Het zijn kleine bloembollen, dus ze hebben niet zoveel aarde boven zich nodig om goed te groeien. Dus een klein laagje nog, een klein beetje aandrukken en water geven. Of je mag de pot gewoon ergens in de tuin neerzetten. En moet de natuur het werk laten doen, maakt niet zoveel uit. Wel belangrijk om in de winter ook dan water te blijven geven. Want als het een lange tijd droog is, dan hebben ook die bloembollen ook nog wel ergens een beetje vocht nodig. Dus zeker niet vergeten. En voor de rest heb je dan eigenlijk, strikt genomen, van januari tot april onafgebroken een bloempot met hele mooie bloemen. Dus zeker eens proberen. Ik kan het alleen maar aanraden. Wil je meer informatie? Ga naar angelodornie.be. Wil je meer afleveringen bekijken? Ga dan naar tv.angelodornie.be. Bedankt voor het kijken. Zeker, maar echt zeker eens proberen. En tot de volgende.